1 op de 3 Nederlanders krijgt ermee te maken. Zelf of via familie of vrienden. En toch praten we er zo min mogelijk over. Hier doen we dat juist wel. Kletsen over kanker. Welkom bij de Kankerkletskast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kankerkletskast. Een podcast voor en door iedereen gemaakt die ook maar iets te maken hebben met kanker. Dus de groep kan heel breed zijn. Vandaag in de studio zijn... Michel Dulle. En... Jennifer Heijnsen. En onze technische man, die er altijd weer bij is, is Kenneth Schipper. Zelf ook ziek, helaas, maar hij draait als een tierenlier. En mijn naam is René Landman. Zelf 8 jaar uitgezaaid kanker. En kan er inmiddels al redelijk mee leven. Goed, Jennifer, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Jennifer, kan je iets beginnen even met wat over jezelf vertellen? Ja. Ik ben dus Jennifer Heijnsen, woon in Heergewaard. Heb een samengesteld gezin met 3 kinderen waar we voor mogen zorgen. En eentje die dan niet meer onder ons is. En woon dus samen met mijn partner. En 2016 kreeg ik zelf te maken met kanker. 2016, dus dat is inmiddels 7, bijna 8 jaar geleden, denk ik. Ja, wow. Ja, dat gaat veel weer hard, hè? Ja. Even kijken, hoe oud was je? 30? Ja. 29, 30? Ja, 30. Oké. Okay. Ja. En vertel, wat voor soort kankeren heb je of heb je gehad? Ja, ik heb non-Hodgkin gehad. En na 5 jaar hebben ze uiteindelijk geconstateerd dat het helemaal weg is. Dus op dit moment ben ik ook schoon. Okay. Als het goed is, hè. Want, ja, goed. We blijven een mens van de dag. Ja, klopt. Maar zoals ik me nu voel, voelt het allemaal goed. En Okido. Kan je iets vertellen? Wat is non-Hodgkin precies? Kan je dat eens uitleggen? Ja, zoals ik het heb geleerd, is het een lymfeklierkanker. Lymfeklier. En dan zijn dat in bepaalde streken van je lichaam? Ja, eigenlijk heb je een lymfe door je hele lijf heen lopen. Ja. Hè? Dus daar is het risico dat het op meerdere plekken kan zitten. Bij mij was het enkel op 1 plek, maar dan ook zo groot als mijn eigen vuist. Ja, dan zie je niet hoe groot ik ben, maar Een wat is het? Honkbal, balletje, zo groot, ongeveer, om het te omschrijven. Zat tussen mijn longen en mijn hart in. Daar heb je dus zeg maar een soort van loze ruimte. Okay. En daar zitten ook lymfe. En daar is één van heel groot gaan groeien eigenlijk. En die was kwartaardig, kwamen ze achter. Ja, ook in een hele snelle tijd was die zo groot. Okay. Ja. Had je zelf ook klachten? Nou, het begon met pijn op mijn borstkast. Maar goed, ik lag toen net in de scheiding met mijn ex. En ik was een hardwerkende vrouw, kan ik wel zeggen. Mijn telefoon stond 24/7 aan voor de jeugdhulpverlening. Ik stond altijd aan. Ja. En dan ga je uit elkaar, heb je stress. Dus ik kreeg last van mijn borst. En toen dachten ze ook dat het stress was. Ja. Toen was er ook nog niks te zien. Okay. Mijn lichaam die gaf ook heel vaak aan dat het niet goed ging. Ik viel flauw van de pijn. Dus in februari was er nog niks te zien. En in mei ging ik weer tegen de vlakte. Toen dacht ik, ben ik er wel zat van. Ja, gaan we nou maar helemaal doorlichten. En toen dacht ik eerst nog van, ik heb misschien een longontsteking. En dan ben ik straks weer thuis. Je denkt niet aan het ergste natuurlijk. Nee. Dat appte ik ook naar mijn destijds collega's. Van, ik ben zo weer thuis en maandag ben ik er weer. Ja. Maar nee, dus bleek niet. Toch iets anders te zijn. Ja. Jeetje, mina zeg. Ja. En toen was jouw moeder van een kleintje? Ja. Okay. Die was toen 1,5. Mina zegt, de wereld zal op zijn kop gestaan hebben. En een scheiding. Zeker. En ziek worden. Ja. Ja. Goed. En een zware job in de jeugdzorg, hè, vertelde je? Ja. Hoe je mikmak zeggen. En toen kwamen ze erachter. En wat voor behandelingen heb je daarvoor gekregen in het begin? Nou, het begon, weet je wat het is? Ik word ook een beetje teruggeworpen in die tijd. Want het is voor mij weer 8 jaar geleden. Ik sta er niet altijd bij stil. Maar op het moment dat ik hoorde
dat er iets niet goed zat. Toen zeiden ze, ja, er zit een massa. Ja. Dat is me nog heel erg bijgebleven. Dat ik dacht, massa, wat? Ja, ja. Dus toen stond ik meteen aan. Van, vertel, wat is er? Ja, dan moeten we even op je familie wachten. Oh. Ja, nee, zeg het nu maar gewoon. Want ik weet wel dat het niet goed zit. Nee. Ja, ik lag daar alleen. Want mijn familie was voor mijn klein aan het zoeken. Ja, tuurlijk, begrijpelijk, ja. Dus... Maar goed, ja, en dan kom je in een gekke molen terecht. Een hele andere wereld dan ja, als je gewend niks bent. Mee te maken hebt, ja. Dan weet je eigenlijk niet wat er allemaal op je afkomt. Van nog meer onderzoeken naar een biopt werd er dan weggehaald. Ja. Nou, ja. Gewoon heel, ja, ik was heel angstig toen. Oké, ja, ik kan me voorstellen. Maar is het ook operabel eigenlijk? Nee. Dus je moet eigenlijk meteen aan de kuur? Ja. Dus dan word je ook nog ten keuze gesteld. Ik was ook nog jong. Dus dan word je gevraagd. Nee, wil je je eitjes laten invriezen? Ja. Dus daar moest ik meteen een beslissing over nemen. En nadat ik ervoor gekozen had. Van kom maar op met die behandelingen. Mocht God mij nog een kind schenken. Dan is merk dat, je dat zo. Wel, hè? Ja. Maar eerst maar gezond worden. En voor mijn kleine jongen beter zijn. Want dat vond ik op dat moment het belangrijkst. Toen heb ik een reeks aan chemo gehad. Vraag me niet meer hoeveel. Mm-hmm. Toen merkte ik op een gegeven moment van... Oh, wacht even. Ja, ik moet terug. Ja, je mag ook wel wat snel, overslaan. Hè? Nee, tijd gaat snel. Tijd gaat ook snel, ja. Wat je dan merkt is dat de eerste drie chemo's... dacht ik, oh, kom maar op met mijn werk. En ik belde weer mijn leidinggevende op. Ik ga gewoon weer werken, hoor. Want dus eigenlijk mijn oude patroon. Gewoon lekker door blijven pakken. Maar daar kwam ik gauw op terug. Ik mocht op kantoor komen om lekker iedereen gedag te zeggen. En na de derde chemo takelde ik steeds verder af. Ja. Ik ben al niet groot van stuk. Ook niet zwaar. Dus dat betekent dat je helemaal opgegeten wordt lichaamsvolume ook. Je eigen kind niet meer kunnen tillen. Nou, weet je, ik zit net even te denken. Maar je zegt, als jij een moment hebt dat je in het ziekenhuis ligt. En je ligt dan maar alleen. Dan heb je maar één gedachte, denk ik. En dat is die kleine. Beter worden. Ja. Dus daar vecht je dan. Vecht is een beetje een raar woord. Wil je gewoon beter voor worden, Ja. Dus dat is ook hoe ik erin stond. Hè? Zo van, oké, ik was ook realistisch. Want ik had zoiets van, stel het is wel verder uitgezaaid. Dan weet je niet wat je dan te horen krijgt. Dus ik had een plan A en een plan B. Ik ging voor A, want ik wil beter worden. Maar B, ja eerlijk, ik ben een vooruitdenker en planner. Ja. B zat ook al op papier. Ja. Mijn muziek was al uitgezocht. En weet je, gewoon van ja, mocht het nou zo slecht met mij gaan... Want op een gegeven moment, weet ik nog een keer... een familie kwam binnen met allemaal kleding aan... omdat ik niet besmet mocht raken, zo zwak dat ik was. Okay. Ja, ik hoefde maar een longontsteking bij wijze van spreken te krijgen. En dan overleed ik daaraan. Je immuunsysteem, je weerstand was eigenlijk helemaal weg. Ja. Door die zware kuren, dat kwam erop neer. Klopt. Jeetje, Mina. Ja. En toen zat je in een diep dal. Ja, in ik, het ziekenhuis, ik heb diepe dalen. Ik heb diepe dalen gehad, maar ook echt wel momenten. Want dan heb je Mr. Prednison. Ja. Ja, die heeft mij echt wel af en toe er doorheen geholpen. Weet je. En dan stond ik weer bij de buren alle onkruid eruit te krabben. En daarna stond ik weer bij Marco Borsato op een concert. En dan had ik de goede dagen. Dus die pakte ik ook echt vol op. En... of ik nam mijn kind mee, kom op, we gaan naar de balloren van springen op die trampolines. Je wilde leven. Ja, dat is gewoon duidelijk. Wel. Want ik wist ook dat ik, als ik een kuur had gehad, dan was de eerste week was ik gewoon helemaal bedliggerig, zeg maar. Dan kon ik niet meer overgeven, alles. Nou, er bleef niks meer zitten. En dan ging die kleine ging waarschijnlijk ook weer het huis uit. En die moest weer bij familie opgevangen. Ja, want ook dat had ik vooruit gedacht. Want ik dacht, oké, ik lig nu in het ziekenhuis, ik heb slecht nieuws gehoord. En hoe gaan we dit doen met al mijn netwerk om me heen? Ah, ik denk dat mijn hulpverleningste ding is. Dat je toch een netwerk beraadt met elkaar. Ja. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat hij zo normaal mogelijk structuur behoudt. Ja. Dat ik kan me voorstellen. Ja. Ja. Ja, dat hij in ieder geval zo min mogelijk, dat probeer zo min mogelijk last van hebt tussen aanhalingstekens. En ik betrok hem er ook wel bij hoor, met speciale therapeutische boekjes. Vertelde ik dan wat Casper Chemo. Hè. Ja, die ken je misschien wel. Ja, Casper. Dan neem je hem toch erin mee. Hij is natuurlijk wel klein, maar hij ziet ook mama gewoon kruipend over de grond met de auto spelen. Ja. Ja. Dus je legt hem toch op kindniveau een beetje uit. Mm-hmm. Ja. Twee jaar ben je ermee echt bezig geweest. Ja.
Ja, want aansluitend na de chemo dacht ik, yes, ik heb dit gered. Ja, en, ja. En toen was ik ook al begonnen met, hoe heet dat, oncologie-fysio. Dus om weer op energie te komen. Wat is dat precies, oncologie-fysio? Ja, dat is eigenlijk, daar gaan ze zeg maar een plan met je opmaken van, oké, jouw lichaamsgewicht is zo, je conditie is zo, maar we willen daar naartoe. Werken om je conditie weer op peil te krijgen. Okay. Dus eigenlijk het fysieke gedeelte, dat wordt dan aangepakt, waardoor je dus ook weer mentaal weer wat ruimte krijgt. Zo, zeker. Ja, zeker. Ook daarin plaats ik doelen voor mezelf. Zo van, oké, ik ga eerst die 5 kilometer city run van Alkmaar ga ik halen. En als ik dat heb gehaald, dan wil ik voor die 12 kilometer obstakelrun van Geesmerambach. Je blijft stuiteren, als ik het zo hoor. Ja. Ja, dat blijft er wel altijd in, denk ik. Maar ik denk wel dat het vele malen minder is dan de Jennifer voor ziek zijn. Jennifer, mag ik even vragen? Je praat nu over 2 jaar ziekte, want zo dat hebben we achter de rug. Maar aan het begin van die 2 jaar, werd je toen mentaal gesteund? Want je begon met je verhaal te vertellen dat je alleen in het ziekenhuis een beetje lag. Ja. En ik denk, ja, waar is jouw ondersteuning? Ja, ik mag niet zeggen dat het niet zo is. Maar weet je, ik ben daarin ook best wel streng voor mezelf. Ik zorg dan voor anderen. En dan ook dat is veranderd na het ziek zijn. Maar destijds was ik echt van, dan kwam mijn oma bijvoorbeeld in het ziekenhuis en troostte ik mijn oma in plaats van andersom. En zo zorgde ik voor iedereen. En wanneer iedereen weg was, dan ging ik heel hard huilen. Ja. Dus net wat ik zeg, ik ga dan ervoor zorgen dat het met mijn kind goed gaat. Oké, dat goed. Ja, mooi. Ja. Ook. Ja. Qua werk deed ik dat zo. Dan zorgde ik voor dat alle gezinnen goed overgedragen werden. Dat is prachtig. Maar dan daarna? Daarna, ja, denk ik wel dat ik de steun die ik toe heb gelaten. Want dat is dat strenge van mezelf. Ja, dat ze hebben echt hun best gedaan. Zeker. Okay. Ja. Nou goed, wat ik zeg, ik was ook aan het afstoten. Want ik had ook gewoon momenten dat ik dacht, nu gaan jullie maar allemaal weg. Ja, en dan kon ik even zelf huilen, even zelf schreeuwen. Want het medelijden had ik ook niet zoveel zin in. Maar goed, dat wil wel zeggen dat het geeft wel aan wat je nu vertelt, dat er wel degelijk mentale hulp gewenst was. Zeker. Ja. Ik heb ook echt wel, want daarin geef ik ook alle lof aan mijn moeder bijvoorbeeld. Want dat was echt, als ik haar afstootte, dan bleef ze toch in liefde terugkeren. En ik heb ook echt wel haar op zeker 2 momenten waarop ik het heel goed kan heugen, huilend opgebeld en gezegd, mam, je moet nu echt komen, want ik kan niet meer stoppen met huilen. Ja. En dan stond ze er. Ze stonden er allemaal. En ook als ik kijk naar mijn ex, weet je, we gingen goed uit elkaar. Maar goed, het is toch met elkaar zoeken van hoe gaan we dat doen. Ja, zeker. De zorg voor ons kleine. En ook zijn ouders, weet je, die hebben er ook steun in geleverd. Dus Je had in ieder geval wel het gevoel dat je in een warm bed, letterlijk en figuurlijk. Ja, zeker. Ik vond de tijd daarna vond ik juist het zwaarst. Ik zeg ook altijd, wat bedoel jij met de tijd? Erna? Ja, er gaat weer haar op mijn hoofd groeien. Ja. Ik ben weer soort van, tussen aanhalingstekens, beter. Ja. En de kaartjes die stopten. En het, snap je? Ja. Iedereen deed weer, oké, dan pakken wij het leven weer op. En toen dacht ik, maar hoe moet ik het leven weer oppakken? Ja, dat hoor je vaak. Waar zijn jullie allemaal? Ook sta je voor de afgrond. Ja, die grote leegte. Die vond ik echt het zwaarst. Want dan, wat ga je dan doen? Eerst word je geleefd en zit je in een overlevingsmechanisme eigenlijk. En dan, inderdaad, mijn haar groeit weer terug. En ik... Maar de zin in iets ondernemen, dat raakte een beetje weg. Zo van, wie ben ik nu eigenlijk geworden? Hey, en dan sta je voor de spiegel en dan zie je je haar weer groeien. En je komt uit een hele nare periode vandaan. Mm-hmm. En had je wel het gevoel dat je weer Jennifer werd? Of? Ik ben Jennifer 2.0. Ja. Ik ben nog de verbeterde versie van dat. Oké. Dus eigenlijk achteraf gezien, het is altijd makkelijk praten natuurlijk achteraf, maar achteraf gezien heeft het jou tussen aanhalingstekens wel goed gedaan. Ja, ik zeg dat ook altijd. Het is echt een, klinkt heel naar en misschien niet voor iedereen te begrijpen, maar het is echt een cadeau geweest in mijn leven, waardoor ik
zo wakker geschud ben van ja, het leven bestaat niet uit 24/7 je telefoon aanlaten voor je werk. Mm-hmm. Het heeft veel meer. Kijk eens naar buiten. Ik ga nu met verder kijken naar buiten en ga lekker naar vogels staren. Ja. Weet je? Nou, dat kon ik niet, want daar had ik geen tijd voor. En ik keek er niet eens naar. De wereld ging veel te snel en ik vertraag nu alleen maar. Ja. Dus mensen zeggen ja, en dit moet van die en die. Nee, het moet van jezelf. Ja. Want je hebt overal een keuze in. Maar dat voelde toen niet zo. En nu, door het ziek zijn, heb ik zoveel meer geleerd. Jij bent degene die zoveel tools in handen heeft om je leven mooi te maken eigenlijk. Nou, ik vertaal het eigenlijk zo. Je zegt zelf Jennifer 2.0. Ja. Daarvoor deed je ook je uiterste best met alles. Ja. En je bent ook wel een beetje perfectionistisch, als ik het vraag. Heel streng, ja. En toen vond je het, voor je ziekte, vond je het ook al heel goed gaan. Ja. Alleen dan overkomt je dit. Ja. En nog een paar dingen zelfs tegelijk in een periode. Mm. 2016, 2018 heb ik het dan over. Ja. En dan in ene, dan blijf je eigenlijk, want ik vind jou nog steeds, jij zegt 2.0. Ja. Maar ik zie ook wel, wij kennen elkaar een beetje, dus ik mag dat wel zeggen. En ik vind jou nog steeds dezelfde enthousiasme geven als toen je Jennifer 0.0 was. Zeg precies. Maar. Die is ook zeker niet weg. Maar ik kies wanneer ik bijvoorbeeld... kijk, als ik nou bijvoorbeeld een hele drukke dag had gehad, dan had ik gezegd, sorry René, vandaag gaat het hem niet worden. Nu kan ik dat. En voorheen pakte ik alles. Alles. Want alles is leuk en alles is... En nu stop ik mezelf veel vaker. Knap. Ja. Ja, ook omdat ik weet dat ik... hoe meer ik op mijn hals haal, hoe meer stress er komt. En ik ben er echt van overtuigd dat ik door stress echt ziek ben geworden. Ja, ja. Oh ja? Dat is jouw conclusie? Ja, dat je zegt van, voelt het voor mij echt. Ja. Zoveel in die korte tijd meegemaakt. En overal willen streven en het goed willen hebben. Maar wat voor aanslag leef je op je lijf? Hoe goed zorg je voor jezelf? Ja, ja. Slecht eten, laat naar bed gaan. En heb je dat zelf ontdekt? Of ben je daarin ondersteund door vakdeskundigheid? Op mentaal gebied bijvoorbeeld daarna? Ik heb zeker therapieën gehad, ja. Oké. Ja. Maar om dat te doorbreken vooral. Want ik wist het ergens wel van mezelf. Maar hoe doorbreek je nou zoiets? Want dit is wat jij ook soort van aangeleerd hebt. Jezelf hebt aangeleerd. Maar hoe doorbreek je het als het je niet meer dient? En dat is een lastigere stap om dat helemaal in je eentje te doen. Dus daar heb ik echt wel ondersteuning bij gehad. Ja. Goed hoor. Heel erg goed. 2018. Ja. Je kan de ziekenhuisdeuren kan je dichtgooien, zeggen we maar eventjes. Je wordt dan denk ik in een soort actief gevolgd in je hele ziektebeleid. Mm-hmm. En dan gaat er een hele andere deur voor jou open. Vertel eens. Ja, voor mij ging er eerst een deur dicht. Niet alleen de ziekenhuisdeur, maar ook de deur van het stemmetje in mijn hoofd die altijd me zegt, ja, je hebt je HBO-diploma's en ik heb er nogal wat. Mm-hmm. Dus daar moet je ook wat mee doen en dat kan je niet loslaten, want je hebt daarvoor geleerd. En dat boze stemmetje, die heb ik uiteindelijk echt aangekeken. Zo van, oké, leuk dat jij dat allemaal vindt, maar heb jij er nog wat aan? Word je er nog blij van? Doe je nog waar jij blij van wordt? En toen ben ik eigenlijk gaan kijken, terug in de jeugdhulpverlening. Heb ik misschien 1 weekje geprobeerd. Dat werd er niet meer? Meer. Nee. Ik kon niet meer volle 100% er zijn. Er was ook behoorlijk wat veranderd. Dat betekent dat je binnen je aantal uren dat je aanwezig was, moest je meer gezinnen. Nou ja, ik kan dat niet op een klok kijken en zeggen, joh, bewaar die tranen even, kom ik volgende week weer terug. Ja, dat werkte niet. Ik ga vol met mijn gevoel in dingen. Heel intuïtief. Dus nee. En ik dacht, weet je, misschien wordt het eens tijd dat ik het omdraai. Dat ik niet naar mensen toe ga, maar dat mensen naar mij toe komen. In je werk bedoel je? Voor een soort werkzaamheden waar je dat dan zou willen, ja? Ja. Dat dus was een beetje de hulpverlening is eigenlijk veel problemen. En die mensen die hebben al zoveel hulpverlening gezien, dat je altijd als zijnde persoon 1-0 achterstand hebt, misschien wel meer. Mm-hmm. Dus dat betekent eigenlijk onwijs veel investeren in hele kleine vlaggetjes binnenhalen. Maar als iemand echt wil,
In plaats van mensen die, nou, ik weet niet hoor, wat jij nou weer komt doen. Dat kost heel veel energie. Negatieve energie. Ja. Ja. En nu heb ik hem omgedraaid. Positieve energie. Oké. Okay. En je bent een hele andere kant op gegaan. Wat ben je gaan doen bijvoorbeeld? Dat heb dan wel weer te maken met iets heel sombers. Want ook dat is weer een cadeau geweest op mijn levenspad. Onze zoon, die zijn wij dan verloren. Eigenlijk net nadat ik soort van beter was. En in 2018 was ik in verwachting van hem. 21 weken. Van een nieuwe partner, neem ik aan. Ja, ja. 21 weken. En toen gaf mijn lichaam aan. Ik ben er nog niet klaar voor. Nee. En ik heb daar altijd naar teruggevraagd. Of van, komt dat door de chemo's? Mm-hmm. En nou ja, ze weten mij te vertellen van niet. Okay. Met twijfels bij. Maar toen zijn we onze zoon verloren. En eigenlijk na dat ben ik eigenlijk gaan denken. Wow, oké, zo jong. En dan, maar je hebt geen herinneringen. Nee. Dus dan ga je op zoek naar iets tastbaars. En hebben wij zeg maar afdrukjes van zijn voetje en zijn handje laten maken destijds. En dat is het werk wat ik nu doe. Oh, wat leuk, wat leuk. Ja. Dat is een, dus eigenlijk van, je zegt in het begin zeg je ik, van iets sombers. Maar het kan natuurlijk ook voor een heleboel mensen best wel een, vreugde vind ik niet het goede woord. Maar in ieder geval wel zoiets hebben van, ik ben blij dat ik zoiets doe. Of dat we dat samen doen, hè? Zeg ik dat goed? Ja, maar als je een kind verliest, is het dan natuurlijk hartstikke verdrietig. Ja, natuurlijk. En natuurlijk waren we alsnog heel trots op hem, want als je hem zag, ik zou bijna willen een grote poster voor je willen maken. Ja. Hij was perfect, weet je. Hij was hartstikke mooi en je blijft trots op hem. Maar ik ben echt van iets verdrietigs, ook het ziek zijn. Hop, daar kan ik mijn kracht weer uit halen. Ook weer een beetje proberen om te draaien. Hè? Dat zit eigenlijk een beetje de laatste jaren in jouw bloed. Van proberen in ieder geval een heleboel dingen om te draaien. Ja, ja, wat daar leuk. Je kracht uit te halen juist. Mooi. En dan heb je een eigen bedrijfje. Hoe heet het bedrijf? Memory Bodycasting. Oké. Ja. En willen de mensen daar wel naar je toe komen? Ja, zeker. Okay. Ja. Dus dat is wel heel mooi, weet je. En ook daarin doe ik het fijn op. Krijg ik er positieve energie van. Ondanks dat er verdriet in een kamer is, aanwezig is. Kan ik ervoor zorgen dat die trotsheid zo ook aanwezig is. Door mooie herinneringen op te halen. En als die er niet zijn, door de trotsheid gewoon in het midden te laten staan, weet je. En dan zie je zoveel dankbaarheid en krijg je zoveel dankbaarheid voor terug. Ja, kan ik geloven, ja. Zeker, zeker als het af is, zullen we zeggen. Ja, en dat is, daar stroomt mijn hart wel van. Ja, ik denk dat je dat ook een enorme voldoening geeft. Zeker. Als je zoiets hebt gemaakt voor de mensen. Ja. Kijk, en nu ik mijn eigen bedrijf heb, kan ik daar dus ook heel goed in kijken. Hoe hard wil ik daarin gaan? Want je kan daar gewoon fulltime een baan in, maar wil je dat? Ja, nee, je kan je eigen agenda bepalen. Ja, ja, dus ik in het begin was het heel erg zoeken, want dan wilde ik wel weer heel te hard gaan. Maar dan is het weer jezelf halt toeroepen. Wacht even, je lijf heeft dit aan. Je gaat veel beter naar je lichaam luisteren. Waar ik voorheen door ging rennen, is het nu toch wel van nee, wacht even, ze bellen Stop. Mij nu. Ja. Ga ik dit doen? Kan ik dit? Heel goed, het goed. Heel goed. Dus je hebt eigenlijk die Jennifer 0.0 gewoon helemaal achtergelaten. Gewoon in de vuilnisbak gegooid. En je bent puur gegaan met hetzelfde enthousiasme wat je hebt. Ben je eigenlijk weer verder gegaan. Ja. Dat vind ik heel erg knap. Okay. Zeg, want je zei op een gegeven moment een samengesteld gezin. Ja. Je had al een kleine. Nou, je nieuwe partner heeft waarschijnlijk dan ook, als ik het goed begrepen heb, een kind. Wil u samen? Ja. Oh. Ja, eigenlijk dus twee, hè. Eentje daar we niet voor mogen zorgen. En één, die is inmiddels alweer drie. Dus, uiteindelijk is dat toch wel gelukt. Mag ik dat zo goed gekomen? Ja, mag ik dat zo noemen? Ja hoor, dat mag. Oké. Hey, en als we nu kijken, hè, want als je naar die periode kijkt, je hebt heel veel, je mag best wel zeggen problemen gehad. Voor de 2018 ontstaat een hele nieuwe situatie na 2018. Ja. Waar sta jij nu, Jennifer? Waar sta ik nu? Ik vind het een lastige vraag zelfs.
Ik probeer je ook na te laten denken. Ja, dat doe je goed. Zo, je krijgt me gewoon stil. Nee. Zal ik ook wel weer achteraf te horen krijgen, maar goed. Mooi. Even denken, waar sta ik nu? Nou, ik ben sowieso gewoon trots op alles. Hoe ik dat inderdaad heb weten te doorlopen, weet je wel. En zelfs dat kon ik voorheen niet uitspreken. Ja. En ik denk dat ik nog steeds wel hetzelfde erin sta. Every end is a new beginning. Het staat op mijn arm geschreven. Er zullen altijd zwaar tijden aankomen. Tegenslagen, ja, goed, dat is het leven ook. Hè? Ja. Maar hoe ga je ermee om? Loop je ervoor weg of ga je het voelen? Het is ook een hele leertraject geweest eigenlijk. Ja. Die periode voor 2018 voor je. En ook het afstoten van mensen, weet je wel. Oké, je bent boos en je bent verdrietig, maar moet je dan mensen wegduwen of wil je ze juist bij? Eigenlijk wilde ik ze natuurlijk bij me hebben. Waarschijnlijk heb je ook weer hele andere vrienden gemaakt dan voor die periode. Ja, maar die ben ik ook wel weer kwijtgeraakt, want die zijn dan inmiddels ook weer overleden. Dus dat is ook weer... Ja, wat ik zeg, je komt in een ziekenhuiswereld en daar leer je zoveel mooie mensen kennen en uiteindelijk sta je op hun uitvaart. Maar dat doet mij ook wel weer beseffen van... hoe mooi het leven eigenlijk kan zijn. En dat je van elke dag mag genieten. Ja, natuurlijk. Ja. En dat kan je ook. Ja. Oké. Nou, Jennifer, ik vind het heel leuk dat je naar de studio bent gekomen. En je bent nog steeds hartstikke enthousiast. En je maakt ook echt wat van het leven. En dat vind ik heel leuk. Jij ook, Michel? Jazeker, Ik ben af en toe helemaal stil van wat je allemaal vertelt. Ja. Dankjewel. Ja, ik vind het ook leuk dat ik hier mocht zijn. Ik ben lekker enthousiast. Dankjewel. In ieder geval bedankt. De Kankerkletscast is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Praathuis.